Het lichtpuntje voor mij in 2020 zijn natuurlijk mijn gezinsleden. Degene die ik heel erg lief heb. Voor mij als topsporter is het enorm lastig geweest de afgelopen periode. Ik heb al heel lang mijn coach en trainingsgroep in de UK niet gezien. Wedstrijden en evenementen die worden afgelast. De maatregelen die je trainen soms bemoeilijken. Ja, het was... laat zeggen, een enorme uitdaging. Gelukkig heb ik veel support gehad van mijn familie en lieve vriend die in weer of geen weer naast me op de fiets zaten om me te motiveren wanneer ik het lastig had. Ik ben hun daar enorm dankbaar voor. In 2020 waren er gelukkig ook veel lichtpuntjes. Wat hebben we met elkaar hard geklapt voor de zorg? Hoe geweldig was het dat vrijwilligers zowel tijdens de Ramadan als vlak voor de kerst maaltijden bij mensen die alleen en eenzaam waren, gingen bezorgen. Wat mijn lievelingsmoment was van 2020, dat was dat ik eigenlijk verkozen was tot de kinderburgemeester van de gemeente Alphen aan den Rijn. Dat was toch wel speciaal, want ik was namelijk de eerste en van de gemeente Alphen aan den Rijn. Ja, dat was wel een bijzonder moment voor mij. Maar ook lichtpuntjes zijn zeker alle Jorstiebandleden en mijn collega's. We konden natuurlijk een hele tijd niet repeteren. 4 maart was de laatste repetitie. En in de zomer hebben we natuurlijk een aantal woensdagavonden wel iets kunnen doen. Maar daarna lag het weer stil. Maar wat een bewondering heb ik voor hen. Want ze houden de moed erin. En ze blijven positief. En dat zijn echt 120 toppers. Wat hebben we genoten van de stoepkrijttekeningen voor de verpleeg- en verzorgingshuizen. Van de beren die iedereen voor het raam zetten. Die veerkracht van die samenleving. Die ondernemers, die vrijwilligers die ondanks alles er toch het beste van hebben gemaakt. Dat was mijn grote lichtpunt voor 2020. In 27 juni is in ons bedrijf door een bliksem waarschijnlijk een brand gekomen. Erger kan niet. Je verliest de grond onder je voeten. Maar 2-3 dagen later zie je opeens dat is voor jouw lieve gasten, voor jou een kruidvoeding gestaan. Ja, dat was voor mij en voor ons fenomenaal goede puur van dit jaar. Op dit moment heb ik het gevoel dat ik ben niet meer alleen. Ten slotte wil ik iedereen een beter en natuurlijk een gezond 2021 wensen. Voor 2021 wens ik dat we vooral dat virus onder controle krijgen. En hoop ik dat u allemaal een heel gezond en gelukkig 2021 tegemoet gaat. Waar ik me op verheug in 2021 is dat we onze normale leven kunnen oppakken. En ja, dat je gewoon je opa en oma's kan zien, je geliefden. En zonder zorgen over hen te maken dat je hun ook corona kan geven. Allereerst gezond. Gezondheid voor iedereen. En nou, we hebben gewoon gezien hoe belangrijk is onze gezondheid, onze vrijheid. Dat kunnen we gewoon goed gebruiken en maken van onze tijd in het nieuwe jaar. Lieve Jorstiewendleden en medewerkers, ik wens jullie een heel mooi, maar bovenal gezond 2021 toe. Houd de moed erin, blijf positief en hopelijk tot heel gauw. Heel veel lieve groetjes, hè. Doeg!